Hey, dit is Steven van wetenschapschool.nl en vandaag gaan we het hebben over extra stof en het onderwerp is de poolcoördinaten. Nou, met die poolcoördinaten gaan we iets bijzonders aantonen aan het eind van dit filmpje. En dat is dat we de baan van de maan om de aarde beter kunnen beschrijven. En daarmee komen we op een formule, een van de beroemdste formules in de wereld, de formule van de gravitatiekracht van Isaac Newton. Nou, normaal in de boekjes staat die formule gewoon gegeven, dit is hem. En nu gaan we eerder zien waar die vandaan komt. Nou, wat hebben we daarvoor nodig? Nou, stel dit is de aarde, dit is de maan die daar omheen beweegt. Dan moet je daar als volgt over nadenken. Normaal gesproken, als die aarde er niet was, dan zou deze maan natuurlijk zo in een rechte lijn doorbewegen. Maar hij wordt telkens een beetje naar het midden teruggeduwd, zodat hij in deze baan om de aarde blijft. Nou, hiervoor heb je een versnellingje nodig om hem hier naar binnen te krijgen. En dat versnellingje gaan we uitrekenen. Goed, nou, daarvoor hebben we zogenaamde poolcoördinaten nodig. En ik zal even vertellen precies wat die poolcoördinaten zijn en waarom we die in dit systeem nou nodig hebben. Nou, normaal gesproken, als we een coördinaat willen vastleggen van bijvoorbeeld de maan in dit geval, of van een andere planeet, of van een ster of iets dergelijks, dan gebruiken we daar een diagrammetje voor met een x en een y-as. Stel dat onze planeet bijvoorbeeld, of onze maan bijvoorbeeld hier bevindt, dan vinden we in dit geval dat de x gelijk is aan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dus de x is dan 8. En de y is in dit geval 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus dan is de coördinaat 8,6. Dit is dus dan de x. Deze afstand is de x. En deze afstand hier is dan de y die daarbij hoort. Nou, deze manier van een coördinaat bepalen, van onze maan in dit geval, maar dat kan dus ook een ster of een planeet zijn, blijkt in de sterrenkunde niet zo handig. En dat komt, stel dat we hier de aarde hebben op positie 0, 0. Dan weten we vaak niet, als je bijvoorbeeld een ster neemt of zo, wat deze x-afstand en wat deze y-afstand zal zijn. Wat we in plaats daarvan weten, en laten we dat nog een keer even tekenen. Stel dat ik weer ongeveer hetzelfde punt neem. Niet helemaal gelijk, maar iets van 8 en, 8 en 6. Ik teken hier weer een x en hier weer een y. Wat we dan meestal weten is de afstand van de aarde tot het object. Dat zijn natuurlijk de afstanden die je bijvoorbeeld in Binas kan vinden. Dan vind je de afstand tot Jupiter of de afstand tot een bepaalde ster. Nou, deze afstand, die noemen we r. En die lengte geven we vaak weer als een vector. En we gaan zo begrijpen waarom. En die vector die bij de lengte r hoort, dat noemen we r met een pijltje erboven. Dat pijltje wil zeggen dat het dus een vector is, een pijltje. Dat pijltje wijst dus van de oorsprong naar onze planeet of ster of wat dan ook. En deze afstand r, die weten we vaak. En ook deze hoek weten we vaak. Je moet bedenken, als je op aarde staat, dan is dit de horizon. En dan kun je gewoon kijken hoe ver staat die ster of wat dan ook boven de horizon. En deze hoek, die noemen we theta, dat is deze Griekse letter, een nulletje met zo'n streepje ertussen. Nou, het is over het algemeen veel handiger om met deze grootheden te werken dan met deze grootheden in de sterrenkunde, omdat we deze gewoon simpelweg niet hebben en deze hebben we wel. Vooral die theta is het makkelijkst, dus kijk je gewoon hoe hoog, onder welke hoek een hemellichaam staat ten opzichte van de horizon. Nou, om de beweging van objecten, vooral objecten die in cirkelbanen bewegen, goed te beschrijven, met dus die hoeken en zo, dan hebben we dus die r en die theta nodig. En het doel van vandaag, van die poolcoördinaten, is om x en y, dus de positie, maar ook vx en vy, de snelheidscomponenten, en ook de versnellingscomponenten, ax en ay, om die te kennen, de formules daarvoor, in termen niet van x en y, maar in termen van die r en die theta. Eerst even, waarom hebben we die r nou een vector genoemd? Want dat is wel belangrijk. Vectoren kan je optellen door gewoon de vectoren met kop en staart aan elkaar te verbinden. Ik zal even zeggen wat ik daarmee bedoel. In dit geval, voor deze ster hier, is dan dit de x-vector. En dit is dan de y-vector die we daarbovenop zetten. Y-vector. En je ziet dat als ik die x-pijl op die punt, of de y-pijl op de punt van die x zet, dan kom ik hier precies uit bij de r. En we zeggen, en dat is misschien een beetje
cryptisch, maar we zeggen dat als we twee pijlen bij elkaar optellen, dan krijgen we dus een pijl die op hetzelfde punt begint en op hetzelfde punt eindigt. En dat is dus precies die R hier. Dus we kunnen nu stellen dat R vector is gelijk aan x vector plus de y vector. Nou, het is dus niet waar dat x plus y gelijk is aan R, want ja, de lengtes van die pijlen die zijn niet samen gelijk aan die R. Daar heb je Pythagoras voor nodig. Maar we zeggen wel dat als je de pijltjes bij elkaar optelt, dan kom je op deze pijl uit. Dus dit moet optellen van vectoren. En daarom staan die pijltjes erboven om dus aan te geven, dit is niet normaal optellen, want het is dus niet die lengte plus die lengte, maar het is dit pijltje plus dat pijltje. En dat geven we hier aan met die pijltjes erboven. Nou, dat blijkt straks van groot belang te zijn. Nou, laten we eerst even die x en die y doen. Dan ga ik nog even één keer dat diagrammetje snel tekenen. Even grof schetsen. Hier hebben we de x en hier hebben we de y. Hier hebben we weer een willekeurig object. Dit is dan die afstand r. Ik kijk nu niet naar het pijltje, maar gewoon naar de afstand even. En dan is dit de zijde y en dit is de zijde x. En dit was die hoek theta. Nou, als ik die x, y, r en een theta aan elkaar wil verbinden, dan kan ik dat doen met behulp van de sinus en de cosinus. De sinus van theta is hier gelijk aan de overstaande zijde, dat is y. Gedeeld door de schuine zijde, dat is r. En de cosinus van die hoek is gelijk aan de aanliggende zijde, gedeeld door de schuine. Dus dat is x gedeeld door r. Nou, nu kan ik deze formules even gaan omschrijven. Dit wordt dan y is r keer sinus theta. En dit is x is r keer cosinus theta als ik dit omschrijf. En dan hebben we nu eigenlijk meteen het eerste stapje gedaan. We hebben nu x geschreven in termen van r en theta. En y hebben we geschreven in termen van r en theta. Nou, nu moeten we hetzelfde doen voor die vi, vx en ax en ay. Nou, dat gaat een stukje lastiger zijn. Dat kan ik niet zo in één stapje. Maar dit is wel een beetje het idee van hoe we hier aan gaan werken. Nou, laten we nu naar de snelheid gaan kijken, dus die vx en die vi component. Dan ga ik weer even een diagrammetje tekenen, vx en vi. Hier hebben we weer onze aarde. En dan hebben we hier een object, dat kan een komeet zijn bijvoorbeeld, of wat dan ook. En die laten we even bewegen van bijvoorbeeld dit punt naar dat punt. Dan krijgen we hier weer een vectorpijltje, dus in dit geval een snelheidspijltje. De snelheid loopt dan binnen één tijdstapje, bijvoorbeeld van daar tot daar. Dus hij begint hier op positie A en hij beweegt hier naar positie B toe. En dan kunnen we daar de snelheid van bepalen. Nou, dit is weer een vector. Dit is in dit geval een snelheidsvector en daarvoor gebruiken we V-pijltje. Dus we kunnen die snelheidsvector opdelen in twee componenten, precies zoals we dat ook met krachtvectoren doen. Dat je een x-component en een y-component kan krijgen. We hebben hier dan de x-component, dat is vx-pijltje, en hier de vi-component. En dat wordt dan zo'n mooi parallelogram, precies zoals je dat met krachten gewend bent. Nou, wederom, als eerder, kan je dat dus in x- en y-termen doen, maar we kunnen hetzelfde doen in termen van r en theta. Ik had dat grafiekje even op het juiste moment gekopieerd. En dan gaan we dat nu even doen voor r en theta. Ik zal het even in een ander kleurtje doen. De r-component van de snelheid die wijst weer weg van het centrum, net als eerder. Dus ik teken even een lijntje hier en die r gaat dan langs deze lijn lopen. En de theta, die zetten we daar loodrecht op. En ik zal zo even uitleggen hoe je dat kan interpreteren. Hier maak ik dan een parallelogram van. Deze zijde loopt parallel aan die en deze zijde loopt parallel aan die. En dan is dit de VR-component. En dit wordt dan de V-theta-component. Oké, dus er zijn weer twee manieren om de snelheid te ontbinden. Dat kunnen we met x en y doen en met VR en V-theta. En we willen die nu weer een beetje in elkaar omschrijven, allemaal in termen van die r en die theta, zoals we dat eerder gedaan hebben. Nou, nog even over die theta-richting. Theta was deze hoek hier. En je kan je voorstellen dat als deze hoek groter wordt, dan beweegt dat voorwerp die kant op, een soort van tegen de klok in. En dat is precies dan in die theta-richting, die v-theta-richting die je hier ziet. Dus we zien dit als de draairichting. En dit is de richting van het centrum af.
En vandaar dat we dit V-theta kunnen noemen. Oké, laten we nu even gaan rekenen met die V'tjes eerst, met die VX en die VI. En dan komen we later op die VR en V-theta. Ik ga dat even net iets anders opschrijven als hier het geval is. De snelheid V ga ik schrijven als de afstand VX. Dus dat is niet het pijltje, maar letterlijk de lengte van dit pijltje. Dus zonder het dingetje erboven. En dan ga ik daarboven een zogenaamde eenheidsvector zetten. En die eenheidsvector, nou, zoals de naam al klinkt, heeft lengte 1. Daarom een eenheidsvector. En dat het een eenheidsvector is, zie je aan dat dakje al. Alles met een dakje erboven heeft lengte 1. En het enige wat dit x-dakje eigenlijk doet, is aan te geven die vx-lengte die je hier hebt, die wijst in de x-richting. Nou, hetzelfde kunnen we voor vi doen. Dus v. En die vi wijst in de y-richting, dus dan gebruik ik een klein eenheidsvectortje in de y-richting hier. Nou, hiermee kunnen we dan gaan rekenen. En die vx is gewoon een waarde, het is gewoon een getal. En die x geeft dus, met dat dakje, geeft dus de richting aan, van hij wijst in de x-richting. Nou, die vx, die waarde, die willen we graag berekenen. Nou, vx, kennen we allemaal, is dx gedeeld door dt. De afstand gedeeld door de tijd. En die kunnen we gaan invullen. Nou, wat vullen we voor die x in? Daar gaan we eventjes hier naartoe. We hadden gezien dat de x gelijk was aan r keer cosinus theta. Dus dat kunnen we hier invullen. Dus in plaats van de x ga ik hier, en dat doe ik nog even tussen haakjes, opschrijven r keer cosinus theta. En dan hieronder hebben we gewoon de dt. Dus ik heb alleen de x vervangen door r keer cosinus theta, zoals we eerder hebben gevonden. Nou, nu willen we dus de afgeleide doen naar de tijd van hier twee dingen. De een is de r, de ander is de cosinus theta. Nou, daarvoor hebben we wat rekenregeltjes nodig. Die ga je op een gegeven moment bij wiskunde leren, of misschien heb je dat al gedaan. Ik ga ze hier even gewoon zonder bewijs geven en die gaan we gewoon even toepassen. Ten eerste, de zogenaamde productregel. Als ik de afgeleide neem naar de tijd van twee variabelen, bijvoorbeeld x en y, en de x kan hier van alles zijn. In dit geval is de x de r en de y is de cosinus theta. Dus de x en y is in dit geval niet de x en de y op de assen, maar ik bedoel hier gewoon twee willekeurige variabelen die je met elkaar vermenigvuldigt. Als ik daar de afgeleide van wil bepalen, dan is dat de afgeleide van de ene, dx dt, keer de ander. De ander is in dit geval y. Plus de afgeleide van de ander, in dit geval y, keer de eerste, dus de x. Nou, dit noem je de productregels, een beroemde formule in de wiskunde. Nou, omdat we de hele tijd dx dt, de y dt, de r dt en weet ik veel wat allemaal gaan zien, gaan we dit even iets beknopter opschrijven. Die ddt kan je weglaten en in plaats daarvan kan je ook een puntje erboven zetten. Dat is gewoon een andere notatie. X-punt is het gewoon hetzelfde als dx dt. En dan wordt deze formule heel clean. X-punt y is y-punt x. En wederom, deze punt staat weer voor ddt. Dus dit wordt dan dy dt. Oké. Nog een tweede regel die we even moeten weten. We moeten namelijk even weten wat er gebeurt als je die cosinus of een sinus, wat we straks ook gaan zien, gaat afleiden. En daarvoor gelden de volgende twee regels. Op een gegeven moment wordt dit ook in de wiskundeles helemaal duidelijk. Als ik d cosinus theta dt doe, dan vind ik daaruit min theta punt. En nogmaals, die theta punt is dus eigenlijk d theta dt keer sinus theta. En d sinus theta dt is gelijk aan plus theta punt cosinus theta. Nou, stel dat je denkt van theta punt, wat moet ik daar nou mee voorstellen? Nou, nogmaals, theta punt is d theta dt. En dat is dus letterlijk de verandering van de hoek in een tijdstapje. Dus net zoals dx dt is de verandering van de positie x in de tijd, is dus theta punt is de verandering van de theta van de hoek. Dus je kan je voorstellen, als deze planeet hier gaat bewegen, dan wordt die hoek groter. Hoeveel is hij nou groter geworden in één tijdstapje? Nou, dat is wat je met theta punt voor moet stellen. Dus alles met een punt erop is gewoon de verandering in de tijd. X punt is de verandering van de positie in de tijd. V punt zou de verandering van de snelheid zijn. Theta punt is dus de verandering van de hoek in de tijd. Dat is alles. Nou, met deze rekenregeltjes
En nou ja, ik hoop dat je ze al een keer gezien hebt, want dan is het makkelijk. Maar anders moet je ze gewoon even aannemen en dan gaan we ze gewoon even toepassen. Met deze rekenregeltjes kunnen we nu dit uitrekenen. We hebben hier de afgeleide van twee dingen, van die r en die cosinus theta. En die gaan we hier even invullen. Laat ik het even duidelijk maken. Dus voor die x vullen we nu even de r in. En voor de y vullen we nu even de cosinus theta in. Dus deze x wordt dan ook r, deze x wordt r, deze y wordt cosinus theta en die ook. Nou, als we dit dan gaan uitwerken, dan vinden we het volgende. Volgens deze regel moeten we eerst het eerste ding, in dit geval de r, in de tijd nemen. Dus dat is dan r punt, de r dt. En dan gewoon de cosinus erachter zetten. Die y was cosinus theta en die staat hier gewoon achter. Nou, dit gaat. En dan een plus, die zien we hier. En dan dy dt. De y is in dit geval de cosinus theta. Dus dit wordt dan d cosinus theta dt keer de x. En de x was gewoon de normale r. Nou, en nu zien we hier de afgeleide van de cosinus naar de tijd. Nou, ook daar hadden we een trucje voor. Dat was deze hier. En dat wordt dus min dit hele ding. Dus laten we dit even opschrijven. R punt cosinus theta plus... Oh, het wordt min, pardon. Min theta punt sinus theta. En dan met dat r'tje erachter. Nou, dit wordt dan die vergelijking. Dus je ziet, het wordt een aardig pittige formule. Als ik vx, dus deze component, in termen wil schrijven van r en theta. Nou, gelukkig gaan we dat niet vaak doen, eigenlijk nooit. Dan is het deze formule. Maar ja, we hebben die formule één keer even nodig voor onze afleiding. En dan komt uiteindelijk wel een veel mooier resultaat uit dan dit. Hetzelfde kunnen we doen voor vi. Dat is dan di dt. En de i, dat hadden we ook eerder gezien. Laat ik nog even naar boven gaan. De i was gelijk aan r sinus theta. Dus r sinus theta dt. We gaan weer die productregel toepassen. Die hier staat. Dat wordt dan r punt keer sinus theta plus d sinus theta dt keer de r. Nou, dan de volgende stap is dat we hier d sinus dt hebben, dat is hier, en dan krijgen we dus dit ding voor terug. Dus dit wordt dan r punt sinus theta plus theta punt sinus theta keer r. Nou, het enige wat ik nu nog even ga veranderen is dat deze r, ja, die r die staat dus vaak hiervoor. Dus dit wordt dan r. Ik haal deze r even weg. Zet ik hem even hiervoor. Dat kan natuurlijk. Met keer kan je verwisselen. Dus dit wordt dan r theta punt. En hetzelfde geldt hier. R theta punt. Dat is wat netter voor zometeen. Nou, dan gaan we weer even terug naar onze oorspronkelijke formule die we een tijdje terug hadden gezien. We hadden gezien dat de snelheidsvector is gelijk aan vx in de x-richting plus vi in de y-richting. Even terug, vi in de y-richting. En dat gaan we nu invullen, want we hebben nu een uitspraak voor vx, dat is deze. En een uitspraak voor vi, dat is deze. Dus dat wordt, vx wordt r punt cosinus theta min r theta punt sinus theta. En dit monster wijst in de x-richting. En dan hebben we r punt sinus theta. Ik zie nu dat dit cosinus moet zijn. Nou, gelukkig merk ik het nu. Zo, want hier staat de cosinus, pardon. Dus dit wordt r punt sinus plus r theta punt cosinus theta. Haakje sluiten en in de y-richting. Nou, de formule wordt steeds groter, maar hij stort zo wel mooi weer in elkaar na een paar stapjes. Dus laten we even verder gaan. Wat we kunnen doen is die x met dat dakje en die y met dat dakje even buiten haakjes halen. Laten we dat even doen. R punt cosinus en dan die x min dit hele zootje met dan een x plus dit hele ding met een y plus dit hele ding met een y. Dus ik heb gewoon alleen het even buiten haakjes gehaald hier.
En dan gaan we het nu opnieuw even sorteren. En het wordt zo meteen duidelijk waarom. Ik zie hier een R-punt staan. En hier ook. En die ga ik even apart houden. Dus nu ga ik die haakjes eens weer creëren met die R-punt buiten de haakjes. En dan vinden we cosinus theta in de x-richting. En hier vinden we plus sinus theta in de y-richting. En we zien hier en daar zien we die r-theta-punt. Dit is een r. En die gaan we ook even buiten haakjes halen. Hier zien we cosinus, maar met een min erbij. Dus min... pardon, is de sinus. Dus min sinus theta in de x-richting plus cosinus theta in de y-richting. Zo. Oké, nou nu hebben we het iets anders opgeschreven. Het wordt er nog niet beter op. Nou, wat blijkt nou, en dat gaan we zo met een simpel tekeningetje zien, dat deze hele waarde hier tussen die haakjes en deze waarde hier tussen haakjes, dat we die heel veel simpeler kunnen schrijven. Nou, en daarvoor moeten we weer even een tekeningetje maken. Stel, ik heb weer een of andere ruimte en in die ruimte teken ik nu even een vector in de r-richting en ik maak die vector lengte 1. En dan noemen we dat, zoals we eerder hebben gezien, de eenheidsvector. Dus dit is een eenheidsvector die niet in de x- of de y-richting wijst, maar in de r-richting. En dat was weg van de oorsprong. En hier ga ik dan even hetzelfde doen voor de theta-richting. Zo. Nou, als we hier weer even een driehoekje van maken, dat wordt een beetje priegelwerk. Maar ja, ik wilde die pijltjes klein maken, zodat het duidelijk was dat het een eenheidsvector was. Misschien had ik dat anders moeten doen. Deze hoek theta, die komt dan hier terug. Dus deze hoek hier, ik ga die theta er niet meer bij schrijven, maar dat is ook theta. En dan kunnen we weer hetzelfde spelletje doen wat we eerder hebben gedaan. De sinus van die hoek theta is gelijk aan de overstaande zijde. Dat is in dit geval de y-component van deze vector. Gedeeld door de schuine zijde, en de schuine zijde is de r. Maar de r heeft lengte 1, want het is een eenheidsvector. Dus dit is gewoon de 1. En dan vinden we dus y is sinus theta. Hetzelfde kunnen we doen voor de cosinus theta. Dat was de aanliggende zijde gedeeld door de schuine. Schuine is weer 1. En dan vinden we x is cosinus theta. Dus, en dit geldt alleen voor die eenheidsvectoren. Nou, iets soortgelijks kan je doen voor die... theta. Laten we eerst even met die r verder gaan. Hoe gaan we dat nou opschrijven? R met een dakje, de vector, die is gelijk aan een vectortje naar rechts in de x-richting. Nou, die vector heeft lengte cosinus. Hadden we hier gezien, de x-component is cosinus. En die wijst in de x-richting. En die vector gaan we optellen met een vectortje die omhoog wijst. En dat was dat is de y-richting, dat was sinus theta in dit geval. En die wijst dus in de y-richting. En als ik deze twee vectoren bij elkaar optel, kom ik precies uit hier bij het puntje van die r. Nou, en dit ding is precies dit ding hier. Dus dit hele ding tussen haakjes kunnen we gewoon vervangen door r-dakje. Dit is gewoon een eenheidsvector. En nogmaals, het heeft lengte 1, dus qua waarde doet het er niet toe. Maar het vertelt ons, het wijst in die richting. Nou, hetzelfde kan je doen voor die theta. Als je dat netjes uitvoert, dan vind je hier min sinus theta. Dat is een van de opdrachten, dus dat ga ik hier niet voordoen. Plus cosinus theta, maar het is gewoon hetzelfde verhaal, maar nu voor dit driehoekje hier. En hier krijgen we een minnetje, omdat dit pijltje hier naar links wijst. Dit pijltje wijst omhoog, dus dat is wel gewoon positief. Dan krijg je dit. En dat is precies wat we hier zien. Dus dit is theta-dakje. En nogmaals, dit zijn gewoon alleen de richtingen. Die r-dakje en theta-dakje. Dus r-dakje wijst die kant op. Theta dakje wijst die kant op. Dus wat we hier nu hebben gevonden is dat de snelheid v te schrijven is als r punt r dakje plus r theta punt keer theta dakje. Nou, hier willen we natuurlijk wat bij voor kunnen stellen, dus daarom pak ik een oud grafiekje er even bij. Dat heb ik nog even gekopieerd. De snelheid v konden we uitschrijven als een x- en een y-component, maar ook als een vr- en een vθ-component. En in dit geval hebben we dat dus gedaan in formuletaal.
Deze lengte, of laten we bij deze beginnen, deze lengte, dus de snelheidscomponent in de r-richting, die heeft deze grootte. Dus dit, als je r-punt uitrekent, dus gewoon kijkt hoeveel de r, de straal in de tijd, veranderd is. En je tekent die vector in de r-richting, dan krijg je dus mooi deze vector. En dit is dan de lengte van die theta-vector, want theta-dakje betekent een pijltje wat in de theta-richting wijst, dat is in die richting. En de grootte van deze pijl is dus dit. Dus als ik deze grootte wil uitrekenen, de lengte hiervan, dan is dat gelijk aan r-punt. Als ik die lengte wil uitrekenen, is dat gelijk aan r-theta-punt. Dus als we dat even zo uitschrijven, v is gelijk aan de snelheidscomponent in de r-richting keer die r-richting, plus de snelheidscomponent in de theta-richting en die wijst in de theta-richting. Die twee vectoren zijn samen, als ik die opstapel, gelijk aan de totale snelheid, dat is wat hier staat. Dan vinden we dat die vr-component, de grootte van de lengte van deze vector, gewoon gelijk is aan r-punt. En dat deze, v-theta, gelijk is aan r-theta-punt. En dit zijn twee hele beroemde formules. En die gaan we af en toe nodig hebben dit jaar. Dus dan hebben we dat hele gedoe daarboven niet meer nodig. Gewoon alleen dit. Dus als je gewoon wil weten hoe groot is deze pijl, dat is dit. Hoe groot is deze pijl, dat is dat. Nou, nu dan de versnelling. Dat werkt in principe hetzelfde. En dat ga ik niet helemaal uitwerken, maar ik ga even het resultaat daarvan noemen. De versnelling AX is gelijk aan dv dt, zoals je weet. Dat is de beroemde formule, met dan hier dx. En voor die vx gaan we dan dat resultaat invullen wat we eerder gezien hebben. Ik zal er nog even naar terug gaan. Dat was hierboven, even kijken hoor. Ja, dit was onze vx. En dit was onze vi. En als je die monsters hier weer in gaat vullen, dus in plaats van de vx schrijf ik nu de waarde daarvan op. Nogmaals eventjes op zoek wat het ook weer was. Dat is r punt cosinus theta min r theta punt sinus theta. En ik ga dit afleiden naar de tijd. Dan krijg je weer zo'n uitspraak. En dan kan je uiteindelijk dat ook weer zo opschrijven en dan komt er een formule uit. Nou, hetzelfde kunnen we doen voor vi dt. En dan kregen we d r punt sinus theta plus r theta punt cosinus theta. Dat was dus de vi die we eerder hadden gevonden. Nou, nogmaals, die afleiding is één keer een hel om dat even uit te voeren. Maar uiteindelijk komt er wel soort van een net antwoord uit. En ik ga het antwoord even opschrijven. Dus nu komt een hele berekening die lijkt op wat we hierboven hebben gedaan. En dan vinden we uiteindelijk dat AR, de R-component van de versnelling, dat die wordt gegeven door R punt punt min R theta punt kwadraat. En A theta punt is 2 R punt theta punt plus r theta punt punt. Nogmaals, waar dit vandaan komt is gewoon dit verder uitrekenen. Het lijkt heftig, maar uiteindelijk als je dat eerste voorbeeld goed snapt, en dat wil je dan natuurlijk nog wel even 10 keer doorkijken voordat je dat goed snapt, dan is dit gewoon hetzelfde werk, alleen dan met een wat heftige formule daar. Nou, en dit zijn ook twee belangrijke formules voor de versnellingscomponenten. Dus je moet bedenken, stel dat dit hier nu niet de snelheid is, maar de versnelling a, dan zou dit ar zijn en dit a theta. En stel ik wil weten, hoe groot is deze lengte? Nou, dat blijkt gelijk aan dit. En hoe groot is die lengte? Dat blijkt gelijk aan dat. Nou, ik kan hier wel wat over zeggen naar waar we nou precies naar kijken, wat ik hierbij voor kan stellen of zoiets. Dan ben ik weer een kwartiertje verder, dus dat ga ik niet doen. Wat we gaan doen is dit eventjes toepassen op een simpele beweging. En daar gaan we dan weer even wat over zeggen van wat we daar weer voor kunnen stellen. Stel, ik heb hier een x en een y. En nu gaan we eindelijk naar iets praktisch komen. Hier hebben we de aarde op positie 0. En we laten de maan even in een mooie cirkelbaan bewegen. Dus we gaan er even van uit dat
we hier een cirkelbaan hebben met straal R. Terwijl in werkelijkheid gaat de maan een beetje in een ellipsbaan. Nog complexer dan dat eigenlijk. Maar laten we het even... Het is goed te benaderen met een cirkel. En laten we dat even doen als soort van makkelijk eerste voorbeeld. En zo heeft Newton het ook gedaan. Dan kom je best wel goed uit. Nou, als de R constant is, dat is natuurlijk bij een cirkelbaan het geval, dan is de verandering van R in de tijd, R punt of dr dt, zoals we het vroeger zouden noemen, is dan nul. De R verandert niet, dus dat is nul. Nou, de verandering van de verandering, die R punt, die ook in die formule komt, is dan helemaal nul. Nou, dan kunnen we zo meteen daar deze formule meteen heel veel mee versimpelen. Die R punt punt gaat wegvallen, die R punt gaat ook wegvallen. Dus we zijn eigenlijk deze twee hele termen kwijt. Nou, dan nu even. We gaan er ook nog van uit dat de snelheid constant is van de maan. In dat geval krijg je dat deze hoek, de hoek theta hier, geleidelijk verandert. Nou, dat betekent dat theta punt, de verandering van de hoek in de tijd, dat die constant is. Nou, theta punt punt is dan de verandering van de verandering. Nou, die verandert niet, omdat als de verandering van theta constant is, dan is de verandering van de verandering gelijk aan nul. Dus ook dat gaat ons helpen. Dan ga ik nu even deze formules versimpelen. AR. Die eerste term wordt nul, want R punt punt is nul. Theta punt hier wordt, die is constant, dus die houden we hier wel. Dus dan houden we alleen dit over. Nou, dat scheelt al iets. Dan hebben we A theta. En die wordt helemaal makkelijk, want R punt is nul. En theta punt punt was ook nul. Dus dit ding wordt gewoon nul. Dus hier zijn we helemaal vanaf. En dan houden we nog maar één klein formuletje over. En dit formuletje is het enige wat we nodig gaan hebben voor die beschrijving van die beweging van de maan. Ik hoop dat je een beetje gerustgesteld bent, hoewel dit er natuurlijk nog steeds best wel een beetje angstaanjagend uitziet. Nou, om dit iets om te schrijven in termen waar je meer gewend aan bent, gaan we eventjes terug hier naar boven. En dan zien we hier dat R theta punt, dat we dat ook kunnen schrijven als V theta. En dat is gewoon de snelheid in deze richting, in de theta richting. Laat ik dat hier ook nog even opschrijven. V theta is R theta punt. Nou, en je ziet al, dit lijkt een beetje op elkaar, behalve dat we hier een kwadraatje hebben. Als ik hier V theta kwadraat van maak, dan lijkt het er misschien nog meer op. Dan krijg ik hier R kwadraat theta punt kwadraat, gewoon dit ding in het kwadraat. En als ik dit dan deel door r, dan valt hier dat r'tje weg en dan krijg ik precies die uitspraak die we hier hebben, r theta punt kwadraat. Oftewel, we hebben gevonden dat we die ar ook konden schrijven als, dit moet een r'tje zijn, ook kunnen schrijven als v theta kwadraat gedeeld door r. Nou, die v theta en die r, daar kan je als het goed is heel goed wat bij voorstellen. R is gewoon deze afstand, de afstand van de aarde tot de maan. Nou, dat was bij Newton al lang bekend. En v theta is de snelheid in deze theta-richting. Dus dat is de snelheid waarmee de maan rondgaat in zijn baan. En als we dat doen, dan vinden we de versnelling die nodig is om de maan niet door te laten schieten, maar om de maan netjes in de baan te houden. Dus telkens in plaats van dat de maan rechtdoor gaat, komt hij uiteindelijk hier terecht. En in plaats van dat hij hier rechtdoor gaat, komt hij daar terecht. Hij wordt telkens in zijn baan gehouden. En dit is de versnelling die we daarvoor nodig hebben. Nou, laten we eens uitrekenen wat dit voor de maan betekent. Ik had wat getalletjes opgezocht en die kunnen we er nu ingooien. Dus we willen dit gaan uitrekenen. Nou, daarvoor moet ik eerst de snelheid en de afstand van de maan weten. Nou, de afstand van de maan die was bij Newton al bekend. Dat is 3,85 keer 10 tot de 8e meter. En dan nu de snelheid, in, dat noemen we ook wel de baansnelheid, die was gelijk aan 2pi r gedeeld door t. 2pi r is de afstand van één rondje, natuurlijk, de omtrek. Dus 2pi r is de omtrek en de grote t, dat is de omlooptijd. Dat is hoe lang het duurt voordat hij één rondje heeft gemaakt. Dus dit is afstand gedeeld door tijd, maar dan voor een cirkel. Dan vullen we dat in, 2pi en dan deze r, dat is 3,85 keer 10 tot de 8e. Gedeeld door de omlooptijd. Nou, de omlooptijd van de maan weten we ook. Het is 27,23 dagen. En dat kunnen we uitschrijven als 2,36 keer 10 tot de 6e seconde. En dan vind ik een snelheid van 1,03 keer 10 tot de 3e
meter per seconde. Behoorlijke snelheid dus. Dan hebben we het over iets van een kilometer per seconde. Dat is die v. Nou, nu hebben we de v en de r. Dus nu kunnen we dit gaan invullen. AR is, en dan vul ik de v even in, dat is die 1,03 keer 10 tot de derde. Dat moet in zijn geheel in het kwadraat. Dus denk om de haakjes hier. En dan de r is 3,85 keer 10 tot de achtste. En als ik dit invul, dan vind ik voor de versnelling die de maan nodig heeft 0,00273 meter per seconde kwadraat. Nou, wat levert nou deze versnelling? Nou, deze versnelling, waarbij de maan dus in zijn baan wordt gehouden, dat wordt geleverd door de zwaartekracht van de aarde. Dus de zwaartekracht van de aarde zorgt dat de maan versnelt. Nou, op aarde zijn we gewend dat die versnelling gelijk is aan 9,81. Dus laat ik dat even schematisch tekenen. Stel, ik heb hier onze aarde zo. En hier is het centrum van de aarde even. Op het aardoppervlak is de versnelling gelijk aan g. En die g is 9,81 meter per seconde kwadraat. Als we helemaal bij de maan zitten, en dus totaal niet op schaal natuurlijk, dan is die a dus kleiner geworden. Die is nu geworden 0,00273 meter per seconde kwadraat. Dus hier is de versnelling naar beneden zoveel. En hier is de versnelling veel kleiner, een kleiner pijltje. Nou, we zien hier dus, en dit was een van Newtons grote ontdekkingen, dat de valversnelling g afneemt als je verder weg bent van de aarde. Maar niet alleen dat, we hebben nu zelfs getallen ervoor. We weten nu wat de versnelling is die de maan ondergaat op deze hoogte, met een precieze waarde. Nou, Newton ging toen die waardes een beetje met elkaar vergelijken. Eén ding wat je bijvoorbeeld kan doen, is die waardes even door elkaar te delen om te kijken hoeveel de een groter is dan de ander. Ik noem dit even A op maan en dit is A op de aarde, hoofdletter A. Wat ik dan kan doen is A van de aarde even delen door A op de hoogte van de maan. En wat ik dan vind is 9,81 gedeeld door 0,00273 en dan komen we ongeveer uit op 3600. Oké, nou, blijkbaar is het 3600 keer afgenomen. Dan is het nu interessant om iets te gaan zeggen over de afstanden. En Newton wist al, zelfs de Grieken wisten dat al, dat deze afstand hier, de aardstraal, dat die 60 keer tussen dit punt en dit punt past. Oftewel, hier is de afstand tot het centrum van de aarde 1 aardstraal. Aardstraal noem ik even RA. En hier is de R, de afstand van het centrum tot de maan, gelijk aan 60 keer de aardstraal. Nou, nu hebben we dus gevonden dat als de afstand 60 keer zo groot wordt, dan wordt de versnelling 360 keer zo klein. Hoe schrijven we dat op? Zoiets. Ja. Nou, of 3600. Nou, dit kunnen we nog wat beter opschrijven, wat duidelijker. Wat blijkt nou? Als we 60 keer 60 doen, 60 kwadraat, dan krijgen we precies die 3600. Dus dit betekent dat als de afstand 60 keer zo groot wordt, moeten we de versnelling 60 kwadraat keer verkleinen. En nu hebben we dus een patroon gevonden. We weten nu dus precies hoeveel de versnelling gaat afnemen. En dat kunnen we weergeven in de volgende formule. De valversnelling g, die op aardoppervlak dus 9,81 is, die vind je door een constante waarde te delen door r kwadraat. En ik zal laten zien dat dit hetzelfde is als wat we hier gezien hebben. En dan eindigen we het filmpje, want dit is de beroemde formule die Newton gevonden had. We zien hier het volgende. Laat ik even een ander kleurtje pakken. Als die r hier, dus alleen de r, als die 60 keer zo groot wordt, dan wordt de r kwadraat, dus dit hele ding, wordt dan 60 kwadraat keer zo groot. Om de versnelling te vinden, moet ik delen door die 60 kwadraat. En dat is precies wat we hier gedaan hebben. Als ik van die 9,81 naar de 0,00273 moet komen, moest ik delen door die 60 kwadraat. Dat hebben we ook hier gezien. Dus in deze formule wordt dat precies goed weergegeven. Als we de r 60 keer vergroten,
dan wordt de g 60 kwadraat keer zo klein. Nou, Newton noemde dit de zogenaamde inverse square law. Dat is in het Nederlands zoiets als het omgekeerd kwadratisch verband. Dat is het verband dat we hier zien. Omgekeerd omdat het één gedeeltoren is, omdat die onder de deelstreep staat. Dus dat is de inverse gedeelte. En de square is omdat je dat R'tje nodig hebt. Dus als we de R onder de deelstreep zetten en kwadrateren, dan vinden we de valversnelling. Nou, dit is een heel beroemd resultaat. En Newton had hiermee een oude theorie, de theorie van Aristoteles, omver geworpen. Aristoteles dacht nog dat de maan van een hele andere stof gemaakt was als de aarde. En dat er hele andere wetten gelden, hele andere natuurwetten gelden in de ruimte als op aarde. En Newton had hiermee aangetoond dat exact dezelfde formule die zorgt dat voorwerpen op aarde vallen, met die 9,81, ervoor kan zorgen via een hele mooie wiskundige simpele wet dat de maan in zijn baan blijft. Dus nogmaals, de maan wil eigenlijk zonder aarde rechtdoor, maar hij blijft door zo'n klein versnellingje hier, blijft hij telkens in zijn baan. En die versnelling heeft deze waarde en die is precies te verklaren met behulp van deze formule. Nou, dit was een heftig filmpje, maar ik hoop dat je er wat van geleerd hebt. Waarschijnlijk moet je sommige stukken even twee keer bekijken. En ik raad heel erg aan om de opdrachten op de website hiervan te maken, want dan ga je stap voor stap zelf met wat hulp door die berekeningen heen. En dat is eigenlijk de enige manier om hier een beetje goed in te worden. Goed, tot ziens. Ik zie je in het volgende filmpje.